Bastions, courtines en ravelijnen, allemaal onderdelen van een modern verdedigingswerk uit de 17e eeuw. Hoe waren deze verdedigingswerken ingericht en wat waren de gedachten hierachter? Dat gaan we vandaag bekijken. Sinds de 11e eeuw bouwde men in Nederland na het vertrek van de Romeinen wederom verdedigingswerken van steen. Lange tijd bleken dit soort verdedigingswerken, die steeds verder evolueren, zeer nuttig. Met de langzaam opbouwende intrede van het kanon in de 14e eeuw zette echter een kentering in voor de defensieve waarde van kastelen en stenen wallen. Door de intrede van het kanon waren deze stenen verdedigingswerken niet gelijk waardeloos, maar de defensieve waarde van deze verdedigingswerken waren wel sterk afgenomen. Het kanon bracht de mogelijkheid om met enige zekerheid pressen te veroorzaken. Deze zekerheid kwam grotendeels voort uit het feit dat het kanon een grotendeels herhaalbare kogelbaan bood. Natuurlijk afhankelijk van het vermogen van de schutters om het kanon bij elk schot nauwkeurig te herpositioneren. Wat betekende dat hetzelfde deel van de muur keer op keer op dezelfde plaats kon worden getroffen. Het kanon bood namelijk een vlakker traject dan trebuchet. Op deze manier kon zoals we vandaag de dag zeggen direct fire worden geleverd. Deze ontwikkeling maakte duidelijk dat verdedigingswerken aangepast zouden moeten worden. De Italianen kwamen als eerste met de gangbare oplossing. Dat resulteerde in een revolutie van een manier waarop steden op belangrijke locaties verdedigd konden worden. Nadat de Italiaanse stadstaten tussen 1494 en 1500 werden overdonderd door de kanonnen van een Franse koning, zelfs de 8e, en vervolgens door de Spanjaarden, was de noodzaak ook hoog. Het bleek gedurende deze periode makkelijker om een koninkrijk te veroveren dan een te behouden. Een eerste provisorische oplossing was een interne wal, verder versterkt met een voorliggende greppel. Deze werd op het laatste moment gebouwd achter gedeelten van de muur die het meest bedreigd werden. Een meer permanente oplossing was het bastion. Dit bouwwerk zou in feite dezelfde rol vervullen als een middeleeuwse toren. Vanuit dit bouwwerk zou het namelijk mogelijk zijn om de vijand vanuit de flank te beschieten, omdat het uitsprong uit de muur. Dit werk was echter in tegenstelling tot middeleeuwse torens niet volledig vormgegeven uit steen. De nieuwe muren werden gevuld met aarde, gezien dit de uitwerking van een kanonschot aanzienlijk dempte. Gezien een aardewal gemakkelijker te beklimmen is, werd nog wel een stenen bekledingsmuur aangebracht. Aanvankelijk werden deze bastions rechthoekig vormgegeven, waarbij het geschut op platforms in de open lucht konden worden opgesteld. Door de rechthoekige vorm waren deze bastions echter te kwetsbaar. De hoeken waren namelijk erg kwetsbaar bij beschietingen. De kracht van het kanonschot konden deze hoeken niet absorberen, waardoor deze verbrokkelden met alle gevolgen van dien. Een ander probleem was dat voor het bastion een grote dode hoek ontstond die niet bestreken kon worden vanuit de aangrenzende bastions. Degene die zich op deze plek ophield bleef zo onbereikbaar voor het vuur van de verdedigers. Het ronde torenbastion bleek een oplossing voor de kwetsbare hoeken. Kogels die dit bastion onder een stompenhoek raakten ketsten namelijk vaak af. De dode hoek voor het bastion bleef echter bestaan, zij het veel kleiner. Een prominent probleem was dat de ronde vorm ervoor zorgde dat er maar beperkte ruimte was voor het opstellen van geschut. Het veelhoekige bastion bleek uiteindelijk de ultieme oplossing. Door de stompe vorm ketsten de kogels af en was tevens de dode hoek voor de bastions verdwenen, zodat alle delen van het verdedigingswerk vanaf de bastions verdedigd konden worden. Het succes van deze nieuwe verdedigingsmethodes werden bijvoorbeeld in 1550 in Piemont aangetoond. In 3-op-1-volgende dagen van belegeringen absorbeerde een bastion 3500, 1600 en 1200 Spaanse kogels zonder kleerscheuren. Een complicatie was dat dit gebastioneerd stelsel, zoals het uiteindelijk bekend kwam te staan, een behoorlijke duit kostte. Veel steden versterkten daarom slechts hun middeleeuwse wallen met dikke aardewallen en beperkten de modernisering tot de bouw van enkele bastions. Voorbeelden in Nederland zijn het tweetal ronddelen te Maastricht uit 1516 en van bastions voorziene dwangburchten onder andere bij Utrecht in 1529. De eerste toepassing van een gebastioneerd vestingfront op Italiaanse leest in Nederland vond plaats bij de nieuwe omwalling van Breda. Op de hoeken werden 3 bastions van relatief kleine afmeting met teruggetrokken flanken geplaatst. Merkwaardig genoeg zijn de toegangen tot de stad aangebracht in de bastions, hetgeen nadelig is voor de defensieve functie van de flanken. Naast de 3 bastions op de hoeken zien we nog 7 kleinere bastions die op verschillende locaties uitsteken om zodoende de lange courtines
effectiever te kunnen flankeren. De bastions waren van aarde, dit in tegenstelling tot het gebruik in Italië, waar de bastions bekleed werden met steen. Mogelijk is dit gedaan om financiële redenen. Tot slot zien we links onderin nog een citadel, die omgeven wordt door vier bastions en een gracht. De Nederlanders bleven niet uitsluitend vasthouden aan de Italiaanse leest. Nadat de 80-jarige oorlog al enige jaren op gang was, begonnen de Nederlanders ook eigen improvisaties toe te passen. Een voornaam probleem was dat de Italiaanse manier van werken bijzonder kostbaar was en ook belangrijk, veel tijd vereiste. Als oplossing besloot men de verdedigingswerken in beginsel geheel van aarde te maken. Deze grondstof was in Nederland ruim voorhanden en zodoende ook goedkoop. Een ander voordeel was dat dergelijke verdedigingswerken veel sneller opgeworpen konden worden. Echte nadelen had deze manier van werken niet, aarde bleek namelijk zeer effectief in het dempen van de kracht van kanonschoten. Als de werken langs stromend water kwamen te liggen, dan werden ze te voorkomen van afkalving aan die zijde voorzien van een bekledingsmuur. Een ander voordeel van een bekledingsmuur was dat de muur nu steiler vormgegeven kon worden, waardoor deze niet meer beklimbaar was voor de vijand. Een andere improvisatie was het bijna altijd toepassen van een gracht. In een optimale situatie kwam in deze gracht een stenen dam, de beer genaamd. Deze kon in de eerste plaats het waterpeil reguleren, maar ook, indien de beer hol was vormgegeven, dienen als plaats waar personeel zich langs konden verplaatsen en ook, zou het voorzien met schietgaten, de beer kunnen dienen als grachtsflankement. De bastions kregen ook een andere vorm dan de Italiaanse. De teruggetrokken flanken verdwenen ten faveur van rechten. Deze stonden haaks op de kantine, dat wil zeggen het tussen twee bastions gelegen deel van een vestingwal. Voor en onderlangs de vestingwal kon nog een borstwering voor geweerschutters geplaatst worden, met als doel de voorgelegen gracht met frontaal vuur te kunnen bestrijken. Het Nederlandse bastion was zodoende ruimer van opzet dan de Italiaanse. Om de verdedigingswaarde van de vesting nog verder te vergroten, werden aardewerken, ravelijnen genaamd, geplaatst tussen de bastions. Deze konden zodien de achterliggende cortine dekken. Tegenover de bastions kwamen werken genaamd halve manen, die dezelfde functie hadden als de ravelijnen, maar dan ten opzichte van de bastions. Om dit alles af te maken, kon rond de hoofdgracht nog een enveloppe gelegd worden. Deze doorlopende beschermingswal kon nog verder worden versterkt met andere constructies zoals kroon- en hoornwerken. Dit hele stelsel kwam bekend te staan als het Oud-Nederlandse stelsel. In tandem met deze vestingen werden op strategische locaties schansen geconstrueerd. Deze waren vaak eenvoudiger van aard en dienden bepaalde locaties te verdedigen of door enige tegenstand te bieden en voor te zorgen dat eigen troepen werden attent gemaakt op de aanwezigheid van de vijand. Deze constructiemethode van schansen en vestingwerken bleef in Nederland tot en met het einde van de 80-jarige oorlog gehandhaafd. Niet alleen in Nederland was er belangstelling voor deze manier van fortificeren. Vooral de Scandinavische landen hadden veel belangstelling in de Nederlandse methode. Maar ook in Midden- en Oost-Europa was het Oud-Nederlandse stelsel in iets mindere mate populair. Eveneens verrezen in de koloniën fortificaties die in dezelfde trant werden gebouwd. Deze fortificaties zullen in de volgende aflevering behandeld worden. Vindt u het ook belangrijk dat militair erfgoed zoals schansen en vestingwerken met vergelijkbare elementen behouden blijven? Wordt er nu begunstigd van de Stichting Menno van Coehoorn. Bovendien kunt u dan mee met door de stichting georganiseerde excursies en u ontvangt elk kwartaal het blad Saillant. U kunt op coehoorn.nl terecht voor meer informatie.